Hallootjes en wat leuk dat je weer naar deze vlog kijkt. Als je de vorige ook gezien hebt, die van vorige week, dan weet je dat je vandaag antwoord krijgt op een enorme cliffhanger. En dat is of ik mijn lunch wel weer heb voorbereid en ook daadwerkelijk meeneem naar mijn werk. Nou, ik heb daar het antwoord op. Ik had het zelf nooit gedacht, maar hier is mijn befaamde zeemantas. Ten eerste zit dit erin, mijn drinkfles. Die half leeg is, dus ik heb er ook echt uit gedronken. Maar daar kijken jullie niet voor. Nee, dat gaat om dit zakje. Met twee boterhammen erin. Ik heb hem dus weer bij me. En ik kan jullie vertellen, ik heb afgelopen zondag, dus toen de week begon, heb ik weer een halfje brood gekocht en een smeersel. En heb ik gewoon mijn brood voor de hele week voorbereid. Als je nu denkt, wat is dit voor een vlog? Waar gaat dit over? Nou, de laatste tijd probeer ik heel erg te werken aan mijn eetpatroon. Dat ik iets van een ritme erin krijg. Nou, en nu gaat mijn ontbijt dus goed. En tegenwoordig ook, nou, laten we niet te vroeg juichen, hè? Maar sinds 2 weken ook mijn lunch. Maar goed, ik ben al veel te lang over dit zakje brood aan het praten. Want er gaat veel meer gebeuren deze vlog. Vanavond ga ik met Richard naar Utrecht naar een concert van een geweldige artiest. Ik vertel jullie er zo meer over. Wat ga ik ook doen? Laatst ben ik naar de kringloop gegaan om spullen af te geven. Nou, toen heb ik 2 tassen helemaal over het hoofd gezien. Die moest ik ook gaan brengen, want dat staat allemaal nog in mijn auto. Maar voordat ik dat allemaal doe, wil ik jullie vragen, wat eet jij op dit moment? Of eet je nu niet? Wat is het laatste wat je gegeten hebt? Laat het even weten en schraap je keel, want jullie mogen weer meezingen met het introlied. De eendagsvlog, gluur als een vlieg hier binnen achter het gordijn. Heim Denise is altijd fijn. Luc die geeft de liefde, ja Denise heeft een zwak. Kees is altijd braaf, ja die staat daar lekker strak. Voor avonturen moet je hier zijn, boodschap, kringloop, budget, tip. Je ziet het hier, thumbs up, comment en abonneer nog voor veel meer. En als je nu nog steeds kijkt, dan heb je recht op de waarheid. Ja, dan vinden mensen mij weer een zeikut. Nee, oh! Ja. Nee, ik heb juist gezegd, net in de auto, ze hebben recht op de waarheid. En die ga ik nu vertellen. Ja, dat gaan we vertellen. Nou, gisteravond had ik dus een salade op met pasta. Een paar happen, want ik vond het helemaal niet lekker. Nou, dus die had ik in de koelkast gezet. Maar waarom vind je dat dan niet lekker? Nou, het viel me tegen. Dat kan wel eens. Een miskoop. Omdat het een slaatje is. Omdat het gezond is. Nee, omdat het groent is. Nee, ik dacht echt lekker pesto. Okay. Maar het viel tegen. Dus ik deed in de koelkast. Maar ja, dan weet je al, ik krijg honger. Dus ik moest nog werken. Ik begon maar niet. Toen was het inmiddels 7:30. Ja, wat heb je toen gegeten? Toen had ik honger. Ja. Ben ik naar de supermarkt gegaan. Mm-hmm. Heb ik alleen gepakt wat ik zag. Ja. Pannenkoeken, worstlapjes, die kleine droge. En ja, ketchup en pedis, waar ik nu ook een paar van eten, even na mijn brood gewoon voor te smaak. Maar eigenlijk heb ik alleen die nootjes en plakjes worst nog op gisteren. Dat was het dan mijn avondeten. Acht uur. En wat zei jij net? Want waarom is dit gebeurd? Want het kwam. Vorige week was het heel goed, hè? Ja, vorige week was het super. Elke dag heb ik gekookt. Ja. Ik heb boodschappen gehaald. Hij heeft alles geregeld. Dat was geweldig. En ik laat Denise even los. Want ik was gisteravond had ik een kundalini-sessie. En ik heb zo meteen avonddienst. Morgen heb ik avonddienst. En ik laat Denise los. En het gaat weer falikant mis. Ja. Maar ja. Ja, dat komt omdat ik dan moest werken nog, ja. En dan wil ik het eerst af hebben. Ja. Ja, prioriteiten. Ja, dat heb ik dan als prioriteit. Maar, en als je echt voelt, als je gaat voelen van, wat heb ik nu nodig? Dat voelde ik al 2 uur lang op de bank. Ik heb honger. En toen ging ik inmiddels zo trillen. Ja. En toen dacht ik, nou ga ik naar boven. Ja, maar dan moet je misschien eerder even naar je gevoel luisteren. Ja, ja, Luc heeft wel gelijk. Ja.
Maar het was zelfs zo leuk dat we de eetplanning vorige week helemaal hadden. Hè, dat oma heeft kunnen eten bij ons. Het was echt heel leuk. Ja. Heb je daar nog een foto van? Daar heb ik een foto van. Kijk maar. Dus, en nu gaat Luc weer werken. Maar ik zei al, vanavond ga ik naar een concert. Oh ja. Met Richard. Ja, hij zei, zullen we samen eten, maar... Nee. Nou, dat is eigenlijk wel leuk. Ja. Nee, maar ik zat te denken dus aan de file. Vanavond gaat er een kok voor mij koken. Oh. En wie gaat dan de pannenkoeken weer weggooien? Ja, die zijn... Ja, dat klopt. Ook waarschijnlijk ik. Luc gaat nu douchen, want die gaat zo werken. En ik ga ook nu werken. Want als ik dat klaar heb, hopelijk om 2 uur... dan neem ik jullie mee naar de kringloop om de zooi weg te brengen. En weer nieuwe zooi mee te nemen. Nee hoor. Even een tijdupdate, vooral ook voor mezelf. Het is nu 3:15. Ik ga nu naar de kringloop. Dan ga ik even snel eten thuis. Ik denk die pannenkoeken. Want ik wil even iets hebben gegeten. Want dan stap ik namelijk daarna de auto in. En dan hoop ik, als er geen file is, om 6 uur in Utrecht te zijn. En dan even met Richard te eten. Iets snels. Want om 7 uur gaan de deuren al open van het concert. Heel fijn trouwens, zo vroeg. Aangezien ik morgen weer moet werken. Maar het is dus even haasten. Ik moet ook nu een pakketje ophalen. En dat wil ik allemaal dus nog doen voor die tijd. Ik moet ook niet zenuwachtig worden. Het is gewoon pas 3:15. Maar dan weten jullie dat even. Dus nu naar de kringloop. Dit is de tas. Ja, jullie zien het. De lamp die ik laatst zelf heb gekocht. Oeps. En dan heb ik hier ook nog een tas met potjes en dergelijke. Die ik ook niet meer hoef. Kijk, voor in de tuin leuk voor mensen. Oké, jongens. En meteen bij binnenkomst zie ik deze soort van design appel. €12,50 kost hij. Hij is van plastic. Ja, ik vind dit wel heel mooi. Maar ja, geel is niet echt in ons interieur. Een leuke 70 set en paraplubak. Maar die is helaas €17,50. Vind ik dan weer duur. Deze broche, fantastisch. Wat denk je? Zal ik vragen of de vitrine open mag? En bij de kledingafdeling heb ik zoveel geluk vandaag. Ik zie namelijk onder andere deze laarzen. Helaas niet in mijn maat, maar ik vond ze wel heel leuk voor de herfst. Deze jas, moet je zien hoe mooi. Een zwarte nepbontjas. Ja, dat staat gewoon overal bij. Deze vond ik ook heel mooi. Die was echt veel te groot voor mij, maar wel een hele mooie print. En dan zie ik ook nog dit faux fur vestje zonder mouwen. Nou, die ga ik ook zeker even passen. Deze vond ik ook leuk, maar ik hou niet echt van blauw, dus die laat ik hangen. Toen dacht ik zo, dit is een leuk vintage blouseje. En ja hoor, hij is van Kanda, oftewel C&D, C&A dus. Het vintage label, jullie herkennen het misschien wel, die pas ik ook even. En dit vest vond ik ook heel mooi. En er zat hier zelfs een naald in, dus ik denk dat iemand deze zelf heeft gemaakt. Wat denken jullie? Deze echte wollen kooltrui ook prachtig. En hier zag ik nog iets van een vintage Sena label voor maar €4,50. Vond ik zelf wat meer voor een oude opa, maar wel leuk om even te zien. Leuke riempjes heb ik gezien. Kijk, dit deed me dan weer denken aan Lizzie McGuire. Een zeeman trainingsjasje, helemaal nog nieuw, voor maar €5,70. Ja, dat is toch ook leuk. En deze Adidas jas zag ik ook nog hangen. Nou, tijd om naar de paskamers te gaan. En daar pas ik natuurlijk even dit blouseje. Kijk, de kleuren zijn ook heel mooi. Helaas waren de schoudervullingen eruit gehaald. Ja, dat vond ik toch even wat minder. En eigenlijk vond ik hem niet heel leuk bij mij staan. Maar ik ben benieuwd wat jullie vinden. Nou, en dit vind ik toch een koninklijk vest. De kleur, dat bont eraan, is trouwens nep, hè. Anders had ik hem niet gepakt, hoor. Dit vind ik even wat minder, dus laten we kijken bij de huisraad nog even. Dit lijstje is toch schattig als je een zoontje hebt. Leuke dieren, witte beelden. En deze quote zag ik nog. Ik zeg, laten we de auto ingaan voor de shoplog. Nou, het is weer een echt Denise shoplog geworden. Want ik heb natuurlijk deze broche meegenomen die ik zag liggen in het kastje. Hij was maar 50 cent. Dat is toch geweldig. Nou, bij dit shirt is het al heel leuk. Kan je nagaan bij een zwarte gebreide trui zo in het midden bijvoorbeeld. En natuurlijk heb ik dit zelfgemaakte vest, denk ik, aangezien er nog een naald in zat, meegenomen. Er zit ook geen merkje in. Het is, ja, het ziet er ook wel echt zelfgemaakt uit, maar hij is wel heel gaaf. Dus heel blij mee. Het is nu 4:15.
Ik ga even snel naar huis om dit daar neer te leggen en een beetje op te ruimen nog, zodat Luc en ik allebei vanavond in een opgeruimd huis thuiskomen. En dan ga ik maar snel de weg op om rond 6 uur in Utrecht te zijn met Richard. Bij het concert, ja, ik zou het nog vertellen van wie. Het concert van Benjamin Clementine. Ik ben er al 2 keer eerder heen geweest. 1 keer in Rotterdam, 1 keer in New York. In de afgelopen 8 tot 10 jaar. En het is zo goed. Zoek het even op als je wil. Als je benieuwd bent. Benjamin Clementine met een C. Heel veel zin in. Dus Richard, zien jullie zo ook even. Hallo. Oh, hallo. Ja, we hebben er al een hele avond op zitten. We zijn naar de Wagamama geweest. En het was zo lekker. Spreekt het goed uit? Ja, Wagamama. Wagamama. Want wat is ons lievelingsgerecht? Hoe heet dat daar? Nummer 137. Katsu curry. Dank je. Chicken. Echt heel lekker. En we zitten nu in de zaal dus van Benjamin Clementine. Hoe ken je die? Goed, ja, via jou. Van die lange, lange autoritten die wij gehad hebben. Ja, en toen gingen we dat luisteren samen. Heel leuk, nou, vond ik. En we hebben, denken we, hele goede plekken in de zaal. Ik film het even voor dit je. Hebben we trouwens. We hebben dit besteld toen we bij Damiano in de rij stonden. Toen we bij Maneskin waren. Ja, inderdaad. What a difference. Ja, dat wel. Welkom in de zaal van Tivoli. Dit is de grote zaal met een... Oh, sorry. En daar komt hij. En wat wil je zeggen? Ik wou zeggen, er hangt een groot scherm, net als bij Virtue Life. Oh ja. En daar is de microfoon van Ladies and Gentlemen. We zullen laten weten wat we ervan vinden. Hè? Een eerlijke recensie laten achter. Jij zei letterlijk bij ieder nummer, oh, nou komt mijn favoriet. Ja. Dat is bij ieder nummer. Maar wat was jouw favoriet? Ja, ik vond Gypsy dus, die kende ik nog niet. Vond ik heel leuk. Leuk, dus zoek het even op. En de Nou, en Londen natuurlijk, hè. Hey. Ja, inderdaad. Ja, dat is ook een klassieker. En de mensen in de zaal zongen heel mooi mee. Nou, het leek wel een koor. Ja, heel maar mooi. Echt. Ja. Dus, nou, ja. Volgende keer gaan we naar een orkest. Ja, dat zeker. Dus, en ik vind het wel mooi geweest vandaag. We gaan even wat drinken nog. Is de vlog nu al klaar? Ja. Klaar ermee. Dus we zeggen hasta luego. Chalas. Dag. Bedankt hè, jongens. En like nog even leuk, ja, hier en beneden. En heel erg bedankt dat jullie hebben gekeken. 100.000 duimpjes omhoog. Nou, dan doe ik weer een nieuwe. Nee. Nooit meer dus. Nou.